Vanaf vandaag starten er 7 belevingswoensdagnamiddagen op ons mooie stadsplein. En we zijn eigenlijk vertrokken vanuit de vraag van de jongeren die zeiden: er is op woensdagnamiddag zo weinig te doen in het centrum van Genk. Maar ook omwonenden en bezoekers van het stadsplein die zeiden van: ja, die jongeren die hangen daar zo rond en wat doen die daar toch altijd? En eigenlijk met dit initiatief proberen we ook het negatieve beeld van jongeren wat te doorbreken. Want wij willen dat er respect is voor rondhangen met respect voor de omgeving. We starten vandaag met een panna-toernooi. Panna is een razendsnelle vorm van straatvoetbal die op een kleine oppervlakte in de wijken kan gespeeld worden. Ook burgemeester Wim Dries kwam een kijkje nemen en de sportieve kledij verraadde dat hij een balletje wilde meeshotten. Maar eerlijk, hier kwam onze burgemeester toch iets te kort. Volgende week van 12 tot 5 gaan we verder rond poëzie, gaan we een aantal activiteiten doen. En dan de week erop laten we jonge bands aan het woord, of laten we beter zeggen aan de zang. En zo gaan we verder. Ook thema's zoals de werkstelling en ook werken rond opvoeding komen aan bod. We doen dat met verschillende diensten vanuit de stad Genk. En we hopen zo dat er wat meer beleving kan zijn in Genk. Er is al heel wat te doen, alleen nog niet op woensdagnamiddag. Om zo ook een antwoord te bieden aan alle vragen die er leven bij jongeren, maar ook bij bewoners, dat ze zo jongeren op een positieve manier aan het werk zien. Ook de politie werkte mee aan het project. Ze lieten de jongeren het belang van de autogordel ondervinden met hun speciale wagen. En in ieder geval waren de jongeren ervan overtuigd om in het vervolg de autogordel altijd aan te klikken. Maar dat was vies, saai.